Dit is de lokale politie, zoals iedereen ze al wel eens in actie zag. Zowel de pas afgestudeerde inspecteur als de ervaren inspecteur, iedereen legde de basis voor zijn loopbaan hier aan het PIVO. PIVO is de politieschool van Vlaams-Brabant en samen met mijn klasgenoten kijk ik er naar uit om na een jaar opleiding te kunnen starten in een Vlaams-Brabantse politiezone. Ik zelf zou eigenlijk heel graag interventiedienst doen de eerste jaren en zo de mensen eigenlijk dienen of helpen. Bijwerking en een goed onthaal zijn enkele fundamenten van de lokale politie. Daarbij is vooral de lokale inspecteur het gezicht van zijn politiezone. Je staat in voor een klantvriendelijke en professionele aanpak van de bezoekers. Het is de bedoeling dat je de mensen gaat informeren, doorverwijzen, opvangen, de eerste hulp bieden in feite. En die hulp krijgen mensen in nieuwe, moderne politiehuizen als deze. Hier vangen gespecialiseerde medewerkers slachtoffers op in een vertrouwelijke omgeving en krijgen ze al een eerste begeleiding aangeboden. Een goede conditie is belangrijk. In veel zones maken medewerkers gebruik van een gratis fitnessruimte. En daarbuiten krijgen alle inspecteurs op geregelde tijdstippen verplichte schietoefeningen. De rechercheurs maken deel uit van een gespecialiseerde dienst. Zij houden zich bezig met sporenonderzoek, observaties, verhoren en huiszoekingen om zo steun te verlenen aan alle andere diensten. Maar de lokale politie kijkt verder dan haar eigen grenzen. Sommige politiediensten gaan op uitwisselingsstage, waarbij inspecteurs van bij ons kennis maken met buitenlandse cultuur, attitude, methoden en technieken. We hebben nu een uitwisselingsproject, Sûreté du Québec, waar we dus naar de politie in Canada gaan zien hoe dat zij werken. Ze krijgen daar heel veel respect en vertrouwen van hun bevolking. En ik denk dat dat bij de dag vandaag bij ons ook wel heel belangrijk is. Dat we in onze bevolking staan en dat we respect en vertrouwen van de mensen krijgen. Na de opleiding is het voor de inspecteurs tijd om de theorie in de praktijk om te zetten. Ik ben hier geboren en getogen. En dus ik ken het rellen en zeilen een beetje binnen deze zone. En dit is voor mij enorm belangrijk dat je dicht bij de bevolking staat. Wil jij deel uitmaken van een lokaal politiekorps in Vlaams-Brabant en aan een goed loon werken op het kruispunt van Europa? Neem dan zeker via volgende gegevens contact op met de lokale politie in jouw buurt.